Deze nacht was schitterend. Ongelooflijk. Maradona is en was vergeten. Michel van den Branden uit de Sky is Limit is altijd al iemand geweest die zegt wat hij denkt. Als het slecht is, wint hij er geen doekjes rond. Maar als het goed is, dan zegt hij dat ook. Michel was een van de sponsors van het evenement Mexico 86, maandagavond in de Lotto Arena in Antwerpen. Michel amuseerde zich duidelijk. Tuurlijk dat. We zijn nog bezig, maar niet naar huis. Hè. Wat vond je van de wedstrijd? Van hetgeen wat ik gezien heb, heel goed, heel tof. Mensen zijn wel nog maar wat ouder, wat trouwer en trager, maar dat is het best gedaan. En Maradona, heb je hem gemist? Ik heb een grote kussen. Meen ik. Dat is eigenlijk domper, maar eigenlijk dat is vergeten. Ook het publiek genoot van de twee wedstrijden op het middenveld van de Lotto Arena. Er was heel wat animatie, maar iedereen kwam vooral om de bekende Vlamingen en de Rode Duivels van 86 nog eens aan het werk te zien. De coryfeeën van België natuurlijk, de mensen die geweest zijn, kunnen gemakkelijk vervangen. Dus op dat gebied. Maar Jean-Marie, alle lof denk ik, hè? Ja, natuurlijk. Jean-Marie, Philippe de Smet, en zo'n schifo, Jan Keulemans. Dat zijn ons mannen, ons hart. Iedereen in ons hart, maar dat doen we niet, hè?